Hier een hele trotse burgemeester, een lachende burgemeester. Ja, proficiat. Prachtig initiatief. Buiten deze wedstrijd. Ook alles draait rondom Brugge en om Leuven deze tijd in België, denk ik. Hè? Ja, ik denk echt dat we... Vlaanderen heeft eigenlijk een hoogvogel afgeschoten door het WK naar Vlaanderen te halen. En ook die combinatie dat het niet in één stad doorgaat, maar hier dat WK tijdrijden tussen Knokke-Heist en Brugge. En dan anderzijds de wedstrijd, de wielerwedstrijd dan op de weg van Antwerpen naar Leuven. Daar heeft men eigenlijk, of is men er eigenlijk in geslaagd om Vlaanderen te verbinden. En te maken eigenlijk, ja, dat het echt een feest is voor heel Vlaanderen. En we hebben natuurlijk wat geluk met het weer, maar de mensen van het UCI zeggen ook duidelijk aan ons, ja, dit hebben we nog nooit meegemaakt, dat voor een tijdrit er zoveel volk komt opdagen. Dus ik heb al meerdere keren gehoord, mensen die zeggen, de koers is van ons, maar het blijkt dus duidelijk. En de mensen van de UCI zeggen ook duidelijk, ja, je merkt gewoon dat jullie gewoon zijn van wielerwedstrijden te organiseren. Dat het wielrennen, dat zit in jullie DNA en jullie kunnen het goed organiseren. En je bent ook zo enthousiast over dat wielrennen. En dat straalt af op heel het gebeuren. Als ik jou zo hoor praten, meneer de burgemeester, is de toekomst dan verzekerd voor een stad zoals Brugge? Voor volgende wedstrijden te organiseren bijvoorbeeld? Ja, eigenlijk, u weet dat wij op een bepaald moment, lange tijd eigenlijk, de startplaats waren voor de Ronde van Vlaanderen. Het is eigenlijk het vorige bestuur nogal kwalijk genomen dat men dat verloren heeft aan Antwerpen. En ik ben er dan toch wel in geslaagd in deze legislatuur om samen met Bart De Wever in Antwerpen een akkoord te maken. Om te zeggen, ja, wij gaan niet meer als steden tegen elkaar opboksen en opbieden de hoogste prijs te geven. Nee, we gaan de handen in elkaar slaan en daarmee zijn we naar de organisatoren gaan, waarbij dat om beurt het ene jaar in Antwerpen wordt gestart en het andere jaar in Brugge. En we hebben een contract voor 6 jaar, dus elk 3 jaar ligt, 3 keer ligt al vast. En je voelt gewoon dat Brugge daar bijzonder gelukkig mee is. En ook in Antwerpen is men gelukkig. Ik denk ook dat de samenwerking tussen Leuven en Brugge fantastisch verloopt voor dit moment. Hè? Zeker en vast. Ik kom ook heel goed overeen met mijn collega uit Leuven. Dus wij zitten heel vaak op dezelfde golflengte wanneer dat de problemen zich aanbieden of bepaalde zaken moeten opgelost worden. Dus het gaat eigenlijk echt goed in Vlaanderen met de samenwerking tussen de centrumsteden. Het verkeer is uiteraard niet zo makkelijk in Leuven zoals in Brugge, maar ook de horeca leeft hier weer terug. Hè. Vandaag de dag, alles bloeit hier. Hè. Ja, je hebt uiteraard wat ongemakken. Het kan niet anders. Hè. Wanneer dat een Ronde van Vlaanderen hier start, goed, dan is dat een zondag voormiddag wat ongemakken en tegen de middag is alles opgeruimd. Natuurlijk een WK dat zich hier neerstreekt. Dit is iets voor ja, eerst de opbouw en dan de wedstrijd zelf. De wedstrijd zelf is al 4 dagen dat het de volle bezetting is. Een parcours van 45 kilometer dat afgesloten is voor het doorgaand verkeer, zorgt voor ongemakken. Maar over het algemeen mogen we stellen dat de bevolking zich daar naartoe schikt en eigenlijk wel fier is op wat gebeurt in deze stad en daar geen problemen over maakt. Gisteren hadden we een klein probleempje met een binnenvaartschip of een schipper die daar wat problemen over maakte, dat de brug lang gesloten bleef. Maar we hebben hem duidelijk gemaakt dat dit nu voorgaat op de economische belangen van de binnenvaart die wat ja, enkele uren moet wachten. De UCI is zeer positief uiteraard over een stad zoals Brugge, voor toeristen en dergelijke. Kan er nog iets verbeterd worden, burgemeester? Ik denk dat we naar organisatie toe, we hebben al data vastgelegd voor de evaluatie daarvan. Uiteraard, we kunnen niet om het jaar een WK of een, misschien wel onze kandidatuur stellen voor een EK binnen enkele jaren. Hè. Dat zou wel kunnen. Dus in die zin, wij zijn blij dat we ook andere wielerwedstrijden, zoals de Elfstedenronde, de wedstrijd Brugge de Pannen, die start hier. Ook bijzondere aandacht voor G-sporters bijvoorbeeld. Ook dit gebeurt in Brugge. Dus we zijn wel blij dat we toch weer op de kaart staan als wielerstad in Vlaanderen. Proficiat, meneer de burgemeester, en succes voor de toekomst. Dank u wel, hoor. Dank u.